De theateropvoering, De Lofzang op de Vrijheid, gaat vrijdag in première op de SMS-pier. Het is het eerste theaterstuk dat wordt opgevoerd op een schip waarbij het publiek aan de kade zit. De regisseur van het stuk is Tolin Alexander. Op een persconferentie gisteren zei Tolin dat de artistiek directeur August Dirks en zijn crew 6 maanden terug in Suriname aankwamen. Sinds toen is begonnen met de voorbereiding van het stuk. Dirk zegt dat het idee voor deze opvoering ontstond in samenspraak met Alexander. Ook kent hij ze uit zijn eigen jeugd een boek met de titel Lofzang op de Zotheid. Voor mij als maker is het een heel ander traject. We zijn 2 verschillende theatermakers. Hij is dus van het grote. En ik ben zo iemand van als we het groot hebben verteld, dan wil ik dat het iemand raakt. Dan gaan we even stil leggen dat het je even raakt. Dus zo'n voorstelling wordt het, een wervende voorstelling. De Lofzang op de Vrijheid. Wij gaan de vrijheid vieren. Gedenken. En August komt met het mooie. Wij kennen natuurlijk het boek van Erasmus. Dat heet De Lofzang op de Zotheid. Dat is om te zeggen van zonder de zotheid draait de wereld niet. He, als de mensen niet zot zouden zijn, dan zouden ze elkaar nooit kinderen maken, bijvoorbeeld. He. dat is een oud verhaal. He, maar ik dacht, in deze stijl, he, zonder vrijheid is ook het leven niet de moeite waard geleefd te worden. He, dus, en de vrijheid is iets om voor te vechten. En daar gaat die show over. He, het is de vrijheid die nu ons te wachten staat om te zorgen dat... Dat we zeg maar een goed leven hebben voor onze kinderen en kindskinderen. Daar gaat de show een beetje over. De Nederlandse ambassade ondersteunt graag samenwerkingen tussen Nederland en Suriname op cultureel gebied. Volgens Walter Oostelbos van de Nederlandse ambassade zijn de twee landen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom wordt de opvoering ondersteund door de ambassade. En hier in Paramaribo richten wij ons vooral op die culturele samenleving, die culturele samenwerking. En dat doen we door intensief te investeren in projecten tussen Nederlandse en Surinaamse theatermensen, culturele instellingen. En in dit geval dachten wij, laten we ook eens een bijdrage leveren aan een van die moeilijkere onderwerpen in onze gedeelde geschiedenis, de slavernij. Dat is echt een zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis. Daar kunnen we en mogen we niet vergeten. Dat doen we als Nederland ook niet. En om dat te laten zien, investeren we in deze productie. Die dan ook weer een lofzang is op de vrijheid. In de maand van de vrijheid. Hè, want we hebben deze maand hebben we de Pride Month. Een groep mensen wereldwijd die ook nog altijd beperkt wordt in zijn vrijheid. En we gaan nu met Tolin Alexander, de Surinaamse partner, en met August, de Nederlandse partner, samen hier die ode, die lofzang aan de vrijheid ondersteunen. Tot zover Walter Oostelbos, plaatsvervangend chef de post van de Nederlandse ambassade. Hij sprak gisteren op een persconferentie over de theateropvoering Lofzang op de Vrijheid. Het stuk gaat vrijdag in première op de SMS-pier.